beneden. We zijn hier niet alleen goed met eten, maar ook met ondernemers. Van hippe koffietentjes voor een relaxte werkdag, tot zakelijke locaties voor een goede meeting. We hebben ze hier allemaal. Vandaag nemen we je mee langs een paar van deze flexplekken. Als je kiest voor werken bij de Ondernemersvallei, kies je voor een werkomgeving vol talentvolle ondernemers. Je kunt hier samen je krachten bundelen om tot een nog mooier eindresultaat te komen voor jouw opdrachtgever. Bij de Ondernemersvallei een speciaal plek voor jong ondernemers. Er is hier alle ruimte om met een team samen te werken en er komen zelfs opdrachtgevers naar de Ondernemersvallei toe om jou hun opdrachten te verstrekken. En wat ideaal is, het zit super dicht bij het station. Het zit namelijk hier. Ook zin gekregen om te komen werken bij Ondernemersvallei? Wees van harte welkom. Er is namelijk ruimte zat. Wat bij de Ondernemersvallei heel erg gericht is op samenwerken, zijn er natuurlijk nog talloze andere plekken in Ede waar je lekker relaxed kunt werken. Denk bijvoorbeeld aan de Jonge Dame, Elements of aan Cultureel Centrum Cultura. Je kent Cultura misschien als het cultureel centrum van Ede, maar het is hier ook uitermate geschikt om lekker een kopje koffie te drinken en voor jezelf te werken. Met je Bipas krijg je zelfs de tweede kopje koffie gratis. Ik zit hier bij de Jonge Dame, een vintage koffiehuiskamer op 2 minuten lopen van station Ede Centrum. Beneden kun je lekker relaxed koffie drinken in een van de grote Chesterfields, maar hierboven heb je alle ruimte om lekker te werken. Samen met je collega's of medestudenten heb je hier alle ruimte om een dagje te zitten. Je kunt hier ook prima relaxen als je het werk even zat bent. Dit is het Color Business Center op zijn best. Het CBC in Ede aan de Galvanistraat is de ultieme plek om gratis te kunnen werken, maar ook om vergaderruimtes te huren of zelfs gemeubileerde of ongemeubileerde kantoorruimtes, zodat je ze lekker zelf kunt inrichten en een werkplek hebt. Daarnaast heeft het CBC ook een mooie kantine die geschikt is als je lekker wilt lunchen of misschien een lunchoverleg wilt houden. Ideaal als je trek hebt. Ben je op zoek naar een wat meer zakelijk ogende werklocatie? Dan is het Color Business Center of het nieuwe kantoor misschien wel iets voor jou. Ik heb eigenlijk wel zin in koffie. Ik zit hier bij het nieuwe kantoor aan de Bennekomseweg in Ede. Het is goed te bereiken vanaf Ede-Wageningen en het is een super mooie designplek om te werken. Je kunt hier verschillende ruimtes huren voor een dag of voor langere tijd. En daarnaast hebben ze ook hele lekkere koffie. Dit is een van de super mooie vergaderruimtes van het nieuwe kantoor. Lekker kastje, hè? Op zoek naar een fijne kantoorruimte? Ik heb er al een voor je gevonden. Ede kent al ontzettend veel flexplekken, maar hier op het kazerneterrein is de gemeente hard bezig een nieuwe flexplek te ontwikkelen. Elements wordt een ondernemershuis waar je niet alleen professionals, maar ook andere ondernemers kunt ontmoeten. Benieuwd hoe het eruit komt te zien? Check dan elementsforbusiness.nl. Ik heb je vandaag meegenomen langs 6 verschillende flexplekken in Ede. En nu zijn we op mijn favoriete plek in Ede, lekker dicht bij de hei. Ben je nou benieuwd hoe je op alle 6 plekken kunt werken of met wie je contact kunt opnemen om dat te regelen? Bezoek dan de volgende website.